Geen vierdaagse feesten en dus ook een stuk minder inkomsten voor de horeca. De horeca die het al zo moeilijk had. De campings rondom Nijmegen doen ondanks alles wel goede zaken nu, omdat we meer in eigen land op vakantie gaan. Goedenavond. En verder in het nieuws vandaag. Het Repair Café in Harderwijk is eindelijk weer open. Maandenlang was het dicht vanwege corona, maar nu kan iedereen zijn spullen er weer laten maken. Dat is altijd even lastig met de dingen. U gaat er wel uitkomen, toch? Ja, ik hoop het. De burgemeester van de Oldebroek helpt mee met de verkoop van het traditionele kruutmoes om een museum in nood te helpen. Vindt u het lekker? Heel eerlijk? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het niet heel erg mijn ding is. Het toezicht op de horeca in Arnhem wordt verscherpt. Want volgens burgemeester Ahmed Marcouch let het personeel in de horeca niet goed genoeg op de coronamaatregelen. Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt overal in het land weer op. En om een sluiting van de horeca te voorkomen, moeten volgens Marcouch de regels beter worden nageleefd. Vooralsnog gaan de handhavers nu vooral waarschuwen. De gemeente Ede zet extra beveiligers in om op te letten. Nijmegen doet vooralsnog niks extra's. Platform Binnenstad Arnhem zegt de verscherping van het toezicht wel te begrijpen. Maar ook dat het soms lastig is om de regels na te leven, omdat mensen ook hun eigen verantwoordelijkheid hebben. De horeca had het natuurlijk sowieso al lastig vanwege de lockdown in het voorjaar. In Nijmegen kregen ze daar de afgelasting van de Vierdaagse ook nog eens bij. Voor campings rondom Nijmegen valt de schade gelukkig mee. Er waren weliswaar geen Vierdaagse lopers, maar wel vakantiegangers uit eigen land. Café Sint Anneke zit normaal gesproken afgeladen vol tijdens de Vierdaagse, vooral bij de intocht. Nu is dat heel anders. Dus ik denk voor Nijmegen even de mooiste week van het jaar, denk ik. En ja, dat verschil zie je absoluut nu wel terug inderdaad. Ja. Op de vrijdag draait de kroeg een omzet die normaal in een maand wordt binnengehaald. Dus toch wel een forse strop dit jaar. En vanaf 12 uur is het volle bak, tot een uur of 8 avonds. En één groot feest en een paar duizend man wel, denk ik. Als ik er nu 100 heb, dan is dat heel veel. Ik kan ook niet meer kwijt, dus dat is het ook. Op camping De Grote Vlierenberg in Berg en Dal is het eigenlijk vrijwel net zo druk als in andere jaren. Maar met andere kampeerders. En nu merken we ook dat we het ook veel drukker hebben. Mensen die gewoon in Nederland blijven. Voor de vaste campinggasten die normaal de Vierdaagse lopen, is de sfeer toch wel heel anders dit jaar. Het was een hele andere week als normaal, Jan. Het was eigenlijk een beetje bizar eigenlijk wel. Normaal is natuurlijk die saamhorigheid met het Vierdaagse lied, het sluiten. En dat heb ik toch wel gemist. Ron Kooi heeft zich met een aantal andere vaste lopers maar aan de alternatieve Vierdaagse gewaagd. Compleet met gladiolen. Gisteren werden we wel bij de binnenkomst werden we verrast met gladiolen. En ik heb er zelf ook nog een paar gehaald voor mijn wandelmaat hoor. Vandaag is voor velen al de dag van het vertrek. Ze krijgen nog een fles wijn van Maria Vaassen. Alsjeblieft. Dankjewel, heel lief. We gaan ervan genieten. Volgend jaar willen de wandelfanaten weer terugkomen voor het echte werk. Maar nu is het inpakken en wegwezen. In Harderwijk is het Repair Café weer open. Dan kan je naartoe met kapotte elektronica. En vrijwilligers repareren het dan voor je. Maandenlang was het dicht door corona. Magnetrons, een insectenval of een Bluetooth speaker. Deze vrijwilligers gaan proberen het te maken. Maar het gaat wel anders dan eerder in het café. We hebben de e-mail opengezet van meld je eerst aan. Maximaal 15 deelnemers, reparaties. En we hebben maar 4 reparateurs, normaal minstens de dubbele. Voorheen kon je over de schouder meekijken, maar vanwege de 1,5 meter afstand mogen bezoekers er alleen maar tegenover zitten. En doet hij het? Nee. Hij doet het niet? Hij doet het niet en hij is ook niet meer te repareren. Oh nee. Jee, wat is er, weet je wat er mis mee is? Hij maakt kortsluiting. Normaal is het Repair Café elke maand en in de kringloopwinkel. Daar kan het café nu niet terecht vanwege de coronamaatregelen. Tijdelijk kan het team uitwijken naar ontmoetingstuin De Rietmeen, maar dat stopt na september. Daar zitten we altijd in de koffiehoek en dat is het horecagedeelte. Ja, en dat is nu nog gesloten. En wat betekent dat dan voor de repaircafé in de tussentijd? Nou, dat we dus niet kunnen repareren. Nee. En elkaar dus ook niet ontmoeten en elkaar ook niet zien. En om nu voor een, ja je weet niet hoe lang het duurt, om dat nog op iets apart te regelen.
lastig. Dat is heel lastig. In augustus en september kunnen Harderwijkers zich nog opgeven om hun elektronica te laten repareren. Daarna kan het misschien nog een tijdje duren. Dat is altijd even lastig met de dingen. U gaat er wel uitkomen, toch? Ja, ik hoop het. En straks de SRV-wagen. Kent u die nog? Nou, de plaats lol kennen ze hem zeker, maar na 40 jaar stopt de SRV-man ermee. Het KNMI is nog steeds onderzoek aan het doen naar het mysterieuze hitterecord van vorig jaar in Delen. Een vliegveld Delen werd vandaag, precies een jaar geleden, 42,9 graden gemeten. Maar er ging al snel een streep door het record omdat er iets mis zou zijn. De sensoren deden het volgens het KNMI wel gewoon. Er was alleen ineens een temperatuurstijging te zien van 4 graden en dat is onmogelijk. Het onderzoek gaat voorlopig dus door. De Graafschap heeft voor het eerst sinds 5 maanden weer een wedstrijd gespeeld, thuis op de Vijverberg. Ze wonnen de oefenwedstrijd tegen Helmond Sport met 3-1. Na een doelpunt, maar geen massaal gejuich. Bij het oefenduel was geen publiek aanwezig. Dat mag voor het eerst weer over 2 weken. Maximaal 2500 toeschouwers mogen daarbij dan aanwezig zijn. De trainer Mike Snoei die was er nu niet bij. Hij bleef uit voorzorg thuis omdat hij lichte klachten heeft. De spelers vonden het wel onwerkelijk zo zonder fans op de tribune. Je wilt het altijd gewoon voor de mensen doen, voor de supporters. En ja, we moeten wel blij zijn dat we weer mogen voetballen. Maar toch mis je wel de supporters en alle mensen die er horen te zijn. Een groep wandelaars uit Elburg heeft een paar honderd euro opgehaald voor het goede doel door een alternatieve vierdaagse te lopen. Ze liepen niet rond Nijmegen, maar in de buurt van hun eigen stad. Per gewandelde kilometer zijn ze gesponsord. En het geld gaat naar verzorgingshuis Het Nieuwe Feitenhof in Elburg. Dat is onlangs verbouwd, maar er was geen geld meer voor een nieuwe tuin. De komende tijd zijn er nog meer acties om daar geld voor op te halen. Holderbroek werd zwaar getroffen door het coronavirus. En ook het boerderijmuseum daar heeft het financieel lastig en wordt financieel moeilijk door de noodgedwongen sluiting van begin dit jaar. Om extra inkomsten binnen te halen zijn er vandaag pannenkoeken verkocht en het streekgerecht kruutmoes. Het was voor het museum snel duidelijk dat ze afgelopen voorjaar lang dicht zouden zijn. We hebben toen wel gelijk al gezegd van we blijven zeker tot half april dicht, omdat wij hier heel veel vrijwilligers hebben die toch wel in de risicogroep vielen van het coronavirus. Ook de burgemeester van Oldebroek hielp vandaag een handje mee. Het dorp was een van de brandhaarden in de provincie. Het coronavirus heeft er hard toegeslagen. Het was natuurlijk een hele heftige periode voor heel veel mensen bij ons in de gemeente en in de buurgemeenten. Dat maakt ook dat de mensen in Oldebroek als geen ander weten hoe heftig het is, maar ook als je het gehad hebt, hoe lang het duurt voordat je weer een beetje bent zoals daarvoor. Want dat kost echt maanden voor heel veel mensen. Ook wethouder Ben Engbers werd getroffen door corona. Het gaat gelukkig weer goed met hem. Maar ook daar zie je dat het lang heeft geduurd voordat je weer echt helemaal fit bent. Vandaag was er aandacht voor luchtige zaken zoals kruidmoes en pannenkoeken. Maar de coronatijd is volgens de burgemeester voorlopig nog niet voorbij. Als ik dan nu zie dat met de versoepeling we toch ook zien dat er weer meer besmettingsgevallen in Nederland komen, ja, dan maak ik me daar best wel zorgen over. Kijk, net als iedereen ben ik er eigenlijk ook wel klaar mee met dat coronagedoe en met de afstand en met de regeltjes. En tegelijkertijd moeten we onszelf bij de les houden en moeten we die afstand bewaren. Want doen we dat niet, dan lopen we een levensgroot risico voor een hele grote tweede golf. En dat willen we toch allemaal niet. Corso Club De Witte Brug uit Harreveld zou nu druk bezig moeten zijn met het bouwen van een corsowagen. Geen enkel bloemencorso gaat door. Dat terwijl de dahlia's overal prachtig in bloei staan op dit moment. Een van de opties is om de dahlia's af te maaien, maar de Corso Club uit Harreveld heeft iets anders bedacht. En dus staan ze vandaag hun dahlia's te verkopen. En dat is toch wel even iets anders. Zeker, zeker. Dat is heel wat anders. We hebben maar wat bedacht om onze normale invulling door te laten gaan. Dat iedereen toch bij elkaar blijft en zo een bloemenmarkt georganiseerd hier vandaag. En waarschijnlijk over 2 weken weer. De opbrengst van de verkoop kan de groep goed gebruiken. En die verkoop die valt in goede aarde. Want de bossen met felgekleurde bloemen vliegen de tent uit. Ja, zeker. Even voor het goede doel en even de Witte Brug steunen. In deze moeilijke tijden voor hun.
Staan ze nou mooier op tafel of op een corsowagen? Ja, dat is wel even een downer, hè, dit jaar. Ja, dat is erg jammer. Maar goed, we gaan ze op een vaasje zetten en we maken het beste van dit jaar. Nou, hoe is dat land verder? Ja, goed. De bloemen zijn niet aan te slepen en daarom wordt er op het Daliaveld druk gewerkt. Hoe gaat het hier? Goed. Mooi, mooi. Er wordt nog veel verkocht op het kerkplein, dus... Fijn toch, hè? Zeker, ze maken er mooi wat bordjes bij. Ja, ja, zit die? Knoopje erin, touwtje, kaartje eraan. En ook dit is anders. Normaal doen we dit gewoon plukken. En niet bossen van maken, voor de wagens of... dus. Maar alles voor het goede doel. Omdat er nou geen kozo komt, hè? Dus dan gaan we het op deze manier maar geld verdienen. In China zijn ze al te zien in restaurants en hotels. Nu ook in Tiel. Serveerrobots die je bestelling komen brengen zonder menselijk contact. Hallo en welkom. Alexia en Alice zijn de nieuwste personeelsleden van restauranteigenaar Sheng Chen. Als ze eenmaal geprogrammeerd zijn, werkt het perfect, vertelt hij. Hij brengt de eten en de drink aan de tafel. Nou, spaart personeelkosten. En vooral nu de coronatijd, minder contact, heel goed voor. Zijn bezoekers reageren enthousiast. Iedereen zegt, wow, weet je, die hebben we nooit gezien, alleen maar uit televisie. Maar is het ook niet een beetje onpersoonlijk? Ja, ene kant wel, maar andere kant, ja, als je natuurlijk ook met vrienden of vriendinnen uit eten bent, ja, dan heb je al zoveel contact dat je niet per se nog met een bediener, serveerster hoeft te praten. Maar ik snap wel dat, dat andere mensen wel behoefte hebben aan dat contact. En daarom is het ook goed dat zowel en de robot is en dat je ook nog gewoon bij personeel kan bestellen. Voorlopig hoeft het personeel van Sheng nog niet te vrezen voor een baan. We hebben steeds hier meer personeel nodig. Of werken kwijt, dan hoeven we niet echt bang te zijn. Mag ik even langs aan het werken? Ze worden ook wel SRV-wagens genoemd. De mobiele supermarkten die je soms nog in dorpen ziet. Na 40 jaar stopt Tony Diesveld in Lolde mee. Tot verdriet van de mensen daar. Dus heeft hij ook al een oplossing. Deze wagen en dit geluid horen bij Lol en delen van die dam. Sinds de jaren 80 rijdt Tony Diesveld er zijn rondjes. Maar hij vindt het welletjes en stopt er dus mee. Nou, omdat ik de leeftijd van 60 jaar heb bereikt. En ja, financieel kan het iets minder. En ja, fysiek wordt het zwaarder. Het is wel fysiek een zwaar beroep. En dat is de reden waarom ik stop. We hebben nog een lekkere kersen. In 40 jaar tijd bouw je natuurlijk een vast klantenbestand op. En die rekenen op je. 30 jaar, 35, 40, ik weet niet. Net zolang Tony komt, ben ik al bij hem. Ja, ideaal. En als u dan hoort dat hij stopt? Ja, jammer. Tony doet alles voor zijn klanten. Daarom heeft hij een opvolger geregeld. Die is pas 42. Dus de komende 25 jaar zou je hier dit kunnen blijven zien en horen. Ja, een mooie foto uit Beest is dit. Ochtendrood, water in de sloot, zeggen ze ook wel eens. En dan gaan we krijgen ook. Vannacht gaat het op steeds meer plekken regenen. Soms hard en soms ook met onweer. Morgen vallen er nog wat buien, maar in de middag is het grootste deel van de tijd droog. Ook de zon komt dan af en toe tevoorschijn. En dat wordt maximaal 22 graden morgen. Ja, en als we vooruitkijken, dan wordt het niet heel veel beter. De komende dagen wisselen zon, wolken en bij elkaar af. Blijft de temperatuur net boven de 20 graden uitkomen. Maar volgend weekend belooft het echt beter te worden. En dit was het Gelders Nieuws van zaterdag 25 juli. Morgen ben ik er weer. Tot dan en ik wens u natuurlijk een fijne avond.